What's up guys, het is nu dinsdag en zoals ik in de vorige aflevering zei, heb ik even een weekje niet getraind. Vandaag upper body dag gehad en ik denk zelfs dat het gewoon goed was dat ik even een weekje rust heb genomen, want mijn kracht was aanzienlijk hoger dan mijn laatste workout. Dus dat is sowieso lekker. Helemaal nu ik aan het kutten ben ik altijd een beetje zo van ben ik niet in kracht achteruit gegaan. Want dat is op een gegeven moment wel wat er gaat gebeuren natuurlijk, aangezien je lichter wordt, aangezien je niet zoveel voeding meer binnenkrijgt. Maar in de eerste weken moet dat eigenlijk niet gebeuren. Verder, wat ga ik vandaag voor jullie filmen? Ik ga gewoon mijn full day of eating filmen. Ik heb nu net een shake gemaakt. De shake bestaat uit 1 bevroren banaan. Daar heb ik nog even een tip over. Als jij bananen koopt, en ik weet niet of jullie dat hebben in de buurt, maar de meeste mensen wel, ga dan naar een groenteboer, Turkse groenteboer, wat dan ook. En kijk of diegene echt van die oude banaan heeft liggen. Zeg maar van die donkerbruine. Echt gewoon dat die buitenkant donkerbruin is. Dan zijn ze eigenlijk echt rijp pas. Maar de meeste mensen weten dit niet. Maar dan zijn ze echt rijp. En wat je moet doen is eigenlijk aan die man vragen. Bijvoorbeeld je wilde 20 kopen. Zeg je luister, die bananen zijn eigenlijk niet meer echt rijp. Of die zijn al zo rijp dat ik ze niet... dat ik meer kan verdelen over, weet ik veel, een week. Want dan beginnen ze iets te oud te worden. Vraag aan die gast of je een korting kan krijgen. Zeg gewoon, luister, ik neem 20 bananen van je af. Geef me 20-30% korting. Die gast is sowieso blij dat hij 20 bananen heeft koopt die al bijna, zeg maar, niet meer verkoopbaar zijn. En wat je dan moet doen is eigenlijk gewoon die bananen invriezen. In je vriezer, als je die ruimte hebt. En dan gewoon altijd voor je shake gebruiken. Zo hoef je A, geen ijskronsje te gebruiken. En B, heb je gewoon korting op je bananen. En heb je altijd een lekkere shake. Dus er zit een banaan, 1 banaan zit erin, 120 gram. 100 gram aardbeien. 45 gram pea protein. En nog 30 gram honing. That's it. Dus high in carbs en high in eiwitten. Precies wat je nodig hebt na zo'n workout. What's up guys, ik ben net klaar met het preppen van mijn meal. Ik heb 1 grote portie gemaakt voor vandaag. Het is 200 gram bulgur, 200 gram courgette, 20 gram olijfolie. Die bak ik dan met die courgette, zeg maar, daarmee bak ik de courgette. 560 gram bruine bonen en 10 gram lijnzaad. Ik raad aan, als mensen moeite hebben met kutten, dus dat ze veel hongergevoel hebben, raad ik altijd aan, neem in plaats van rijst, bulgur, couscous of quinoa. Waarom? Die 3 kunnen veel beter vocht opnemen. Dus als je begint met 100 gram quinoa, je kookt het gewoon voor 10-12 minuten, dan heb je opeens 300 gram quinoa, omdat het volgezogen wordt met water. Bij rijst is het wat minder, hier is meestal de ratio 100 gram ongekookte rijst, is eigenlijk 200-250 gram gekookte rijst. En bij die bulgur en bij die couscous, die kunnen veel meer water opnemen. Dus dat raad ik altijd aan als je echt moeite hebt met je maag vullen tijdens je kut, dat je veel honger voor hebt. Is dat echt een aanrader. Ik doe het ook gewoon. En je bent er veel langer verzadigd mee. Dus dat is sowieso een aanrader. Verder bruine bonen gewoon voor eiwitten natuurlijk. En goede koolhydraten, vezels en groenten. Ja, omdat er ook weer vitamine en mineralen in zitten natuurlijk. Dus courgette is niet het meest vitaminerijke groente, maar het is in ieder geval een van de lekkerste groentes die er zijn, dus die neem ik sowieso altijd. En olijfolie, goede vetten, lijnzaad, goede vetten, dus goede vetten binnen. Dus ik zit nu eigenlijk, als ik die hele bak heb opgegeten, natuurlijk verdeel ik dat over de dag, bijna op 2.000 aan calorieën, waarvan bij voeding... Het is een beetje een kut-update geweest dat je het nu zo moet doen. Vroeger kon je veel makkelijker switchen. Maar in ieder geval, dus heb ik bijna allemaal koolhydraten gehad. Vetten wat minder. En eiwitten zitten relatief in de buurt. Dus wat ik nog ga doen, is vanavond een paar eitjes bakken gewoon. Dus dan heb ik mijn vetten binnen en mijn eiwitten. En dan ben ik gewoon safe voor de dag. Zo makkelijk is het. Eigenlijk heb ik gewoon een shake, deze bak en eieren. Dat is het gewoon, maar je hit je macro's, je krijgt vitamines binnen, je krijgt vezels binnen, je krijgt mineralen binnen, je krijgt alles binnen wat je nodig hebt. Dus het hoeft niet moeilijk te zijn, je hoeft geen gekke shit te doen, het is alleen, vind jouw manier. Sommige mensen hebben veel meer behoefte aan iets zoets. Sommige mensen vinden het juist fijn om zo droog mogelijk iets te eten. Ik zelf kruid het altijd met ja, gewoon kruiden of sambal of een klein boksausje. Dat maakt het dan weer wat makkelijker voor mij om die hele bak te eten op een gegeven moment. Maar het is dus een beetje aanvoelen waar jij je comfortabel bij voelt. En wat jij lekker vindt. Want het is uiteindelijk een proces. En je moet niet denken, binnen 1 week weet ik precies wat bij me past. Het is gewoon proberen, falen, proberen, falen, proberen, falen. Totdat jij ergens, zeg maar, in de buurt komt van waar je wil zitten. Dus probeer dit misschien een keer uit. Kijk even ja, of het voor jou werkt. In ieder geval voor mij, tijdens mijn kut, werkt het ideaal. Oké, guys, ik ben nu onderweg naar mijn vriendin. En heb die halve bak gegeten. Halve bak is nu dus nog over. En we hadden geen eieren meer thuis, dus ik ga nu nog even snel naar de appie. Even eieren halen, zodat we die vetten en die eiwitten binnenkrijgen. Dus in principe mijn dag is heel simpel geweest vandaag. Veel clean eten eigenlijk, alleen maar clean eten. Ik heb niks gecheat. Want wat ik eigenlijk doe is meestal gewoon, ik eet de hele week clean op zich. En ik heb zo nu en dan even een kleine cheat meal tussendoor. En ja, de ene keer heb ik daar zin in, de andere keer heb ik daar weer zin in. Dus gewoon een beetje switching up the game. Je moet gewoon zelf een beetje aanvoelen wanneer je wel of niet zo'n cheat maaltijd kan doen. Maar het is zeker niet verkeerd om af en toe even een cheat te hebben. Ik bedoel, als het sowieso in je macro's past, is het sowieso no problem voor je dieet. Maar je moet wel oppassen, want op het moment dat je het vaker gaat doen, ga je er ook echt naar craven. Dus heb je elke dag even zo dat moment, ik moet iets lekkers hebben. En dat wil je voorkomen, want je wil eigenlijk gewoon steady in je dieet zijn. Zodat je niet een keer gaat bingen of een keer ja, echt net te ver gaan. Want je moet het zo zien, het draait allemaal om balans. En als die balans nice is, dan ga je het sowieso kunnen redden. Maar dat is dat. Ik ga nu even door. Check jullie zo. What's up guys. Het is nu woensdag. En gisteravond, gedurende de avond, voelde ik me al een beetje, ja, een beetje zwak. Ik had hoofdpijn. Ik voelde me niet zo lekker. En rond een uur of 11 merkte ik opeens, hey, er is iets niet goed met me. En de nacht heeft de waarheid verteld. Het gaat ook niet echt lekker met me. Ik heb volgens mij gewoon een griepje te pakken. Want ik heb de hele nacht wakker gelegen met zweetaanvallen, koorts, hoofdpijn. Dus ja, vandaag ga ik gewoon mijn rust pakken. Ik ga zo denk ik ook weer gewoon naar bed, even liggen, even mijn ogen dicht doen. Dus ik ga ook niet trainen. Het is gewoon soms zo, je moet naar je lichaam luisteren. Als je lichaam zegt, yo, ik heb rust nodig, dan moet je gewoon je rust pakken. Dus die mensen die soms vragen van als je ziek bent en je wil gaan trainen, wat is het beste? Ik zeg altijd, als je ziek bent moet je sowieso je rust pakken. No matter what, op het moment dat jij er naartoe gaat, als je echt ziek bent en je gaat dan trainen, maak je het alleen maar erger. Want je lichaam heeft rust nodig en die wil herstellen. Kijk, als jij een beetje verkouden bent of zo, dan kan het nog wel. Maar als jouw lichaam echt aangeeft, ik heb rust nodig, dan zou ik gewoon echt je rust pakken. Wat iedereen ook zegt en denkt. Luister, als jij zo'n lichaam aangeeft, er is iets niet goed, dan moet je daarnaar luisteren. En dat is ook bij training zo. En dat is ook als je ziek bent, et cetera. Dus ik ga gewoon mijn rust pakken. Vandaag gewoon geen training. Ik hoop dat ik morgen weer wat beter ben. Dat ik morgen dan ja, kan trainen. Maar ik wacht het gewoon even af. Ik geef mijn lichaam rust. En dat is het beste wat je kan doen. Verder wat ik dus eigenlijk wilde duidelijk maken met mijn voedingvlog is eigenlijk dat je a, niet elke keer om de 3 uur moet eten. Als jij gewoon 1 grote maaltijd eet om 2 uur en dan weer om 8 uur, dan kan dat gewoon. Ik bedoel, heel vaak mensen denken bij diëten van ja, je moet zus en zo eten en een snackje tussendoor om die honger te stillen en zo. Bij mij werkt het juist zo, als ik gewoon grote maaltijden eet heb ik lange tijd geen honger. Als ik bezig ben, dus dan merk ik gewoon dat ik veel makkelijker die kut volhoud. Tweede, wat ik wilde laten zien, dus wat ik heb laten zien, is dat het gewoon niet moeilijk hoeft te zijn. Je kan je macro's heel makkelijk dekken met de basisproducten die je in huis hebt. Dus je hoeft niet een of andere fancy protein cookie te halen. Je hoeft niet een of andere fancy shake te halen. Het kan allemaal gewoon met het eten wat je in huis hebt. En je moet gewoon eigenlijk ervoor zorgen dat jij jouw weg vindt bij het vullen van je macro's. Als je eenmaal die weg hebt gevonden, is het voor jezelf veel makkelijker en dan gaat je dieet ook veel makkelijker zijn. Omdat jij veel sneller kan anticiperen op een verandering in je dieet. Daarom raad ik ook iedereen aan bij 12weekstochange. Ga gewoon aan de slag met MyFitnessPal en doe het met die macro's. Want uiteindelijk is dat de enige manier dat je echt voor jezelf een schema kan maken. Of een voedingsschema kan maken waar dat bij jou past. Want vaak is het eet rijst met dit en zus en zo. Maar als jij bijvoorbeeld heel erg behoefte hebt aan een koekje per dag, of je hebt heel erg behoefte aan een wijntje per dag, dan kan je dat ook erin verwerken. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat je 80% van je voeding uit troep haalt, maar je kan wel 10 tot 20% af en toe gewoon een cheat pakken in plaats van je gezonde maaltijd. Dus dat is wat ik nog even duidelijk wilde maken. Ik ga nu gewoon mijn rust pakken. En ik hoop dat het zo snel mogelijk weer, dat ik zo snel mogelijk weer hersteld ben. Dat ik gewoon weer kan gymmen, weer er tegenaan kan gaan. En ik check jullie de volgende keer weer. Peace out, rustig aan.